Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe regenboogvlog. Vandaag is het maandag 29 maart. Drukke week op de planning. Oude gesprekken voor groep 6 en 7 die staan vandaag op de planning. Die gaan allemaal online via Teams. Morgenmiddag is er een studiemiddag. En donderdag is het natuurlijk paasviering. En dan hebben we vrijdag wel vrij. Dus het is wel een korte week, maar een drukke week. Oh, het licht schijnt er mee uit. Kom. Aan. Ja, daar zijn we weer. Ik ben nu even bezig om alles klaar te leggen voor de maandagochtend. We beginnen weer met een nieuwe week en dus weer een nieuwe weektaak. Dus dat ga ik nu even allemaal uitdelen. Ik dacht, het is misschien wel een goed idee om jullie eens te laten zien hoe wij de weektaak hebben ingedeeld. Wij werken met leerlijnen. Dus ja, er zitten hier in deze bovenbouwunit 5 leerlijnen door elkaar eigenlijk. We hebben leerlijn 5, leerlijn 6, leerlijn 7 en leerlijn 8. En dan hebben we voor boven leerlijn 8 ook nog extra uitdaging als dat nodig is. Ja, het was even een geknoei hoe je zo'n weektaak nou makkelijk in elkaar kon zetten. Want het is best wel een gedoe. Sommige kinderen die werken bijvoorbeeld op rekenen leerlijn 6, taal leerlijn 7, begrijpend lezen leerlijn 5. Dat zijn wel de extreme vormen. We proberen wel zoveel mogelijk gewoon de eigen klasse aan te houden. Maar ja, dat is wel ons onderwijs. Het is prettig dat je zeg maar een leerlijn lager of hoger kan inzetten als dat nodig is. Maar ja, dan moet je dus voor alle kinderen een aparte weektaak maken. Dat vonden wij niet handig. Dus we hebben ervoor gekozen om een weektaak op te zetten waar alle leerlijnen op staan van alle vakgebieden die we aanbieden. De kinderen moeten hem dan zelf even markeren in de ochtend welke leerlijn ze zitten voor welk vakgebied. Dus dat is het eerste eigenlijk wat ze leren in de bovenbouw. Weet in welke leerlijn je zit voor welk vak. Maar dat is een weekje en dan weet iedereen het. Ik ga hem even laten zien. Hier zie je de weektaak van deze week. Hier aan de zijkant zie je de vakgebieden, spelling, werkwoord, spelling, taal, begrijp, lezen, rekenen, etc. We hebben ook nog een kopje overig, dat geldt voor alle leerlijnen of het staat erbij, dat kan ook. En we hebben nog een kopje extra en extra is wat kan je doen als je helemaal klaar bent met jouw werk. Hier hebben we opgeschreven wanneer we eraan werken of wanneer de kinderen eraan kunnen werken of wanneer ze instructie krijgen. Ja, je ziet alles met zo'n hashtag, dat zijn Snapit-lessen en we zoeken er dan zelf werkbladen bij. Dus ja, als een kind bijvoorbeeld voor rekenen in leerlijn 6 zit, dan vinken ze die helemaal aan. En dan spelling zitten ze in leerlijn 6, vinken ze die aan. Werkwoordspelling zitten ze misschien al in leerlijn 7, enzovoort, enzovoort. Dus ze strepen hem helemaal aan voor zichzelf. En daar beginnen ze eigenlijk mee als ze zo meteen binnenkomen. Je denkt misschien, er zit geen kind hier in de klas. Dat is niet het geval. Heel de klas zit vol. Maar we spelen echt een heel tof spel. Misschien dat je af en toe kinderen van een tafel hoort springen, maar meer hoor je niet. We spelen namelijk stiltebal. Misschien een leuke tip voor alle leerkrachten. Voor de concentratie, maar ook wel tegen je verlies kunnen en dat soort dingen. Ik ga het even laten zien. Het is heel simpel. Oké, ik heb op veel verschillende manieren geprobeerd
om dit te filmen, maar dat gaat niet, want ik zie de kinderen in beeld. Dus hoe het gaat, kinderen staan op de tafel. Een paar kinderen mogen op één tafel staan en dan proberen ze elkaar af te gooien. Ze moeten goed gooien, dus vanaf je hoofd met arm gestrekt tot je knieën, dat is goed gooien. En als je hem dan niet vangt, als die goed gegooid wordt, dan ben je af. Als je verkeerd gooit, ben je ook af. Als je praat, ben je ook af. En als je af bent, ben je ook stil. Dat zagen jullie niet, maar die kreeg ik bijna voor mijn gezicht. Zo, de kinderen zijn naar huis. Ik heb nog een stapel verkeersexamens na te kijken. Maar vandaag hebben we ook deze hele week eigenlijk de oude gesprekken met groep 6 en groep 7. Portfolio gesprekken. En dan bespreken we de CITO-resultaten en hoe het gaat in de klas op dit moment. En wie er bijvoorbeeld nog extra hulp krijgt in het instructielokaal. Dus ja, daar ga ik me zo meteen op voorbereiden. Ik heb zo meteen 3 gesprekken. En dan ga ik gauw naar huis, even snel eten. En dan vanavond heb ik er ook nog 4. Het gaat allemaal online via Teams. Dus ja, daar ga ik me nu even op voorbereiden. En dan ga ik tussendoor de verkeersexamens nakijken. Ik heb nog wel even druk. Oh, kijk. Nee, ik had hem al aangemeld zeg maar via de agenda, maar ik kon jou niet zomaar bellen op je naam. Ik weet niet waarom. Kon je niet mijn moeder bellen? Ja, dat probeerde ik, maar alleen je moeder bellen ging niet. Oh, alleen jou bellen lukte niet. Dus ik had hem via de agenda, want ik had de link naar jullie gestuurd als het goed is, naar jou. Ja, daar zit ik nu op, alleen ik kom er niet doorheen, dus staat te vinden. Oh? Kijk. Nou. Nou, gelukkig heb ik je nu, dan maar zo. Ja, ik zit al 10 minuten op alle knopjes te klikken, nou echt. Maar goed, we zijn er. Laat het dan gelijk van start gaan. Dat lijkt bij. Ja hoor, graag zelfs, want het gaat over jou. Toch? Jij mag alles weten wat ik over jou ga zeggen. Ik denk dat je alles ook al wel weet wat ik over jou ga zeggen. Als het goed is. Dus dan maar goed. Ik word wel een beetje duizelig hiervan. Even kijken. Ik heb volgens mij nou net alle resultaten weggeklikt. Dus die ga ik er even bij pakken weer. Want daar gaan we het vooral over hebben. Even. Goedemorgen. Kijken of het nou beter gaat. Ze hebben de les over gekregen. Ja, 10, 9, 8, 7. In de rij, maar het is nog niet stil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 daar. 7, 8 zelfs. Gaat nog niet zoals we zouden willen. Gaat dan wel wat beter. En je ziet dat ze dan ook direct belonen. Dus ze hebben dan muntjes, die krijgen ze vanuit PBS. Dus de kinderen die nu gelijk in de rij stonden met hun mond dicht, die krijgen dan muntjes. En die muntjes die stoppen ze in deze buis. En als ze dan bij de 120 muntjes zijn, dan mogen ze een beloning van een kwartier uitzoeken voor de klas. En meestal sparen ze hem op, dus dan doen ze 4 buizen vol, hebben ze een beloning van een uur. Dat is vaak een middag, dus dat is dat wel leuk. Ja, dat is wel leuk.
Ze zijn dus nu aan het opruimen. En daarna moeten ze hun taken doen. En dan gaan we dus proberen om wat meer structuur aan te brengen in het naar huis gaan. Ik ga even laten zien hoe we dat doen. Ze moeten straks eerst gaan zitten op een stoel. En pas daarna kunnen we echt met z'n allen tegelijk weg. We hebben het gehad over verschillende soorten teksten. Kennen jullie verschillende soorten teksten? Zoals? Meiden? We hebben die van scheten gehad. Ja, maar ik bedoel eigenlijk meer echt een tekstsoort. Wat voor verschillen? Alexa? Gatentekst. Een gatentekst, ja. Informatietekst. Informatietekst. Instructietekst. Instructietekst. En recepten, ja. Recepten, ja, dat is een instructietekst. Heel goed. Een gedicht is ook een tekst, Ben. Een brief. Een brief. Jullie weten er echt superveel. Nazar? Een verhaal. Een gewoon verhaal, ja. Dat wou jij ook zeggen. Ze zegt echt alles wat ik wil zeggen. Dat geeft niet, dat is juist goed. Maar zo hoor je, er zijn heel veel verschillende soorten teksten. Nou hoorde ik al de tekst waar we het vandaag over gaan hebben. Dat is namelijk een instructietekst. Het is namelijk niet zo makkelijk om echt een goede instructietekst te geven. Get some jelly. Open the jelly. No. No. Squirt the jelly onto the bread. Take the butter knife with the peanut butter on it. Wipe it all over the piece of bread that's black. Take the butter knife, rub the jelly all over the piece of bread. Put the two pieces on top of each other. This is an hour in bed. Take two pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Dan kan het wel eens zo zijn dat niemand dat product gaat kopen omdat niemand het voor elkaar krijgt dat het werkt. Omdat je het niet goed hebt opgeschreven. Oké, nu gaan we het omdraaien. Let op, zij gaat dit haartje, heel schattig, kun je ook als boekenlegger gebruiken. Dit gaat zij zo meteen helemaal uitleggen en laten zien hoe je dat moet doen. Jullie mogen zo meteen een kleurtje kiezen en meedoen. Dus dan weet je ook, heb je zelf ook zo'n haasje gevouwen, dan weet je een beetje hoe dat in elkaar zit. De opdracht, even wachten, Berkijn luisteren. De opdracht is, schrijf een instructietekst over het vouwen van dit haasje. Dus wij hebben dit filmpje niet. En ik verwacht van jullie dus een instructietekst, zodat ik met jullie tekst een haasje kan vouwen. Biertje papier weer open. En nu gaan we een kruis maken die zo schuin loopt. Dat doe je door de hoeken op elkaar te leggen. Je pakt één hoek op, die vouw je helemaal naar de andere kant. Die plaats je er netjes op. Dan let je daarop dat die hier netjes een vouw komt. Ik leg mijn hand daar weer op. Ik doe dus weer voorzichtig naar de andere kant doen. Dat de twee grapjes die je ziet, die doe je door het vouw op te pakken. En zo neer te leggen. Dan ligt die dus nog steeds als een ruit. En hier onderaan zie je dus het vlakje wat omhoog kan. Nou, nu heb ik dus het vlakje wat is blijven liggen. Die pak ik op en dan ga ik dus ook zo'n vliegertje mee bouwen. Ja, nou ga ik goed. Ziet het. Nou, leuk video. Dus je kijkt even hoe moeilijk.
begrijp lezen maken. Welke begrijp lezen? Gewoon van die lesje. Nee, dan ga ik hem aftekenen. Dan ben ik klaar. Je mag naar buiten. Ja, je mag naar buiten. Jij mag ook naar buiten. Je mag naar buiten. Jij mag naar buiten. In beide groepen wordt naar lekker gegeten. We hebben het verhaal van Pasen nog een keer verteld. In Thuiszong 2 hebben we dat gedaan aan de hand van een toneelstukje. Waarbij de kinderen zelf mochten participeren. En bij Thuiszong 1 is het aan de hand van de zandtovenaar. Dit kwam bij de kinderen zelf vandaan. Hoe ze het graag nog een keer het verhaal wilden weten. Dus we hebben echt een beetje gekeken naar wat ze leuk zouden vinden. Ze gaan nu lekker verder met eten en ik ben aan het einde gekomen van deze vlog. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Geef nog even een duimpje omhoog en tot de volgende vlog. Doei!